En president Chandrika Prasad Santokhi is vanmiddag gevaccineerd met het COVID-vaccin. De vaccinatie vond plaats op het terrein van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG. Het staatshoofd is om 3 uur vanmiddag geprikt en moest volgens gebruik nablijven voor observatie. We brengen nu een fragment van het moment waarop de president zijn prikje ontvangt. Kijken naar de verpleegkundige die het vaccin tevoorschijn haalt. De arm van de president wordt ontsmet. En daar gaat het spuitje, de arm van de president, binnen. En een proces van een paar seconden. En de gebruikelijke pleister die wordt geplaatst op de arm. En volgens de procedure moet de president nu even in de wachtkamer. Het staatshoofd geeft aan zelf besmet te zijn geweest met het virus en dat hij ervan kan meepraten wat de ziekte allemaal doet. Vandaag is het al 3 maanden dat ik genezen verklaard ben, coronavrij verklaard ben. 3 maanden. Maar ik heb nog steeds last. En ik heb alles laten onderzoeken, hart, longen, ik kom net van KNO-arts, allemaal, alles zit wel goed. Maar nogmaals, de sporen van de schade, blijven wel achter wat coronavirus met je organen doet. Daarom zie je namelijk dat de president af en toe moet hoesten. En dat gaat nog even aanblijven, zeggen de specialisten. Daarom heeft de president even gewacht. Totdat eergisteren het advies binnen is gekomen van de artsen, van het medisch team, ja. Hij mag gevaccineerd worden en 2, hij mag maar 1 prik. Dus dat is wat ik als advies ga. En daarom ben ik vandaag hier om te laten vaccineren. Omdat ik geloof heb in wetenschap. Ik heb geloof in wetenschap. President Chandrika Prasad Santokhi, het staatshoofd, gaf aan te geloven in de wetenschap en te weten dat de vaccinatie voor 75% effectief is.